It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Ik zal een rijk even binnenhalen, want we moeten nog snel gaan lopen. En Rijka die doet weer vervelend, die heeft net de gang onderlopen te spugen. Dat heeft vrouwtje ook al op moeten ruimen. Hè? Ja, dat dus. We moeten nog lopen en ik moet om 2:30 bij de fysiotherapie wezen. Ja, dat dus. Het is vrijdag. Ja, doen ze gok. De 16e augustus. De tijd is 13:29 en de Google Hub die zegt dat het 19 graden is. Dus dat is weer flink en koeler dan we weer waren gewend. En de telefoon die zegt ook 19 graden en het voelt als 19 graden. Nou ja, en het is bewolkt, de zon die schijnt, dus ja, dat dus. Het is, je moet wel wat aan hebben, anders is het koud. Het is tussen hangen en wurgen in, laat maar zeggen. Maar in ieder geval, wat ik zei, ik moet dus om. Ik dacht 14:30. Zet ik boeken. Ja, misschien wel 14:30 moeten wezen. Dus we gaan eventjes snel aan de wandel. En ik moet mijn haar ook weer straks even fatsoeneren. Want ik heb het nat gemaakt, omdat het stond weer alle kanten op behalve de goeie. Dus ik heb het weer en haarlak erin gedaan, zodat het blijft zitten. Dus ik moet straks weer een kant er doorheen halen. Ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dag. Doe het met een lach. Gaan wij ook proberen, hè meisjes? Ja. En ik heb gewoon weer een lange gebloemde broek aan met een shirtje erop. Gewoon oude plonje en het staat netjes, dat wel hoor. Ik ben altijd netjes, vind ik zelf. Maar wie ben ik? Gewoon een gelukkige, fleurige broek. Ja, dat dus. En die zit gewoon ook lekker. En ja, dan hoef ik enkel mijn shirtje uit te doen. En de broek even ietsje aan de achterkant laten zakken. Nou ja, meer niet. Dus kan ik gewoon aanhouden en shirtje laten weer aan. En klaar is Clara, zeggen we dan. Maar nee, ik ben niet Clara, ik ben Corinna. Ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, geniet en tot later. Doei! Ja, daar zijn we weer. Ik had de meisjes alweer uitgelaten. Ik ben onderboven geweest, bij haar weer gefactioneerd. Etcetera, etcetera, etcetera. Ja, dat dus. En naast de tijd te wachten totdat ik weer weg kan naar fysiotherapie. Naar onze challenge. En dan zien we wel weer. Ja, dat komt allemaal wel weer goed. Ik neem jullie mee. Of ik nog verder weg ga, weet ik nu niet. Ik voel me nou niet helemaal optimaal. Ik heb veel pijn aan mijn knie en mijn onderrug. Ik hoop toch dat hij ook eens een keer naar mijn knie kan kijken. Dat ga ik hem ook wel vragen. En dan zullen we het verder bekijken. Hoe is in de wat is het? En anders moet hij me mijn advies geven waar ik dan naartoe kan of weet ik veel wat. We zien wel. Ja. Maar in ieder geval, we wachten dat gedeelte gewoon heel even af. En we moeten lopen heen. Het is niet zo ver dan de ronde met de dames te lopen. Het is nog niet eens niet 10 minuten lopen, dan ben ik er al. Enkel, ja, je moet oversteken en dat is bij de verkeerslichten en als die op rood staan, ja, dan is maar net de vraag, staan ze nog maar net op rood of staan ze al een tijdje op rood? Als ze al een tijdje op rood staan, dan tref ik het, dan springt die zomaar op groen, anders kun je
ik weet niet hoe lang wachten daar. Want ook wil die ook wel eens overslaan. En dan gaan de auto's bij wijze van spreken 2 keer. Denk je, hè? Hoe zit dit? Ik sta er nog en de auto's mogen alweer. Weet je? Zo op die manier. Het is gewoon niet eerlijk verdeeld in mijn ogen. Niet alleen degene die van mij, maar meerdere mensen klagen daarover. Van ja, ik sta hier 3 rondes te wachten, weet je? Wanneer mogen wij eens? Ja, en dan op een gegeven moment, dan steken ze alsnog over. En dan mogen de auto's bij wijze van spreken. Ja, en dan krijg je een ongeluk. Ja. En dat gebeurt regelmatig daar. Nou, ik wacht dan liever. Dan ga ik wel zitten op mijn rollator. En dan merken we het wel. Ja. Maar oké, okay, lieve vrienden, genoeg gepraat. Ik ga me alweer zo wat klaarmaken. Het is, hoe laat leven? 2:10. Ja. Dus de boel klaarmaken. Maar het is warm hoor. Ze zegt 19. Maar het is volgens mij veel warmer. Er staat ook geen wind, zowat. Ja, op die hoek stond wind. Daar stond wind. Ja. Ga ik hem nou weg? Nee, zo. Ga ik daar weer even naartoe. Ja, nog steeds 19 graden. Maar het voelt kleffig aan, hè. Benauwd. Ja, kan er niks aan doen. Maar ja, het is nou eenmaal zo en... ik zie iets. Dat is ook belangrijk. Nou, maar in ieder geval, ik neem jullie mee en ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later! Ja, lieve vrienden, ik denk ik ga dat beeld maar weer eens een keertje filmen, zo lang geleden. Ja, dat zijn werfianen die met hun fiets naar hun werk of naar huis toe gaan, 1 van de 2. Ja. Ik kom net bij de fysio weg, daar aan de overkant. En mijn knie is aangepakt. Ben ik even blij? Ja, ben benieuwd hoe het gaat met lopen. Ik ga even een rondje stad doen. Dus ja, als ik iets zie, dan... Zoals deze bloemen. Lekker fleurig. Ja, het heeft vannacht weer knap aan het regenen geweest. En dat zie je er gelijk weer, hè? Ja. Maar in ieder geval, we gaan eventjes gezellig die kant op. Ja. Die kant. Maar ik moet ook oversteken en hek. Toch liever mijn beide handen aan het stuur en ook daarbij dat terrasje. Dus ik zie jullie straks wel weer. Nou, dan lopen we weer gezellig, heerlijk, lekker door de stad. Eventjes heerlijk in het zonnetje. Weer een blauwe lucht. Ja, echt. Dan hebben we blokken. Een hoop geschreeuw hoorde ik. Speelgoed voor de kids. Nee, die heb ik nog niet. Nee, maar ik ben wel blij dat ik een kleinkind krijg. Ja, ja. Hé. Maar leuk. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Kijk, dit is ook leuk, 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 leuk. Daar gaat een vriendin van me. Een lange jurk. Met allemaal weet ik voor wat. Ja, hoe kan ik er weer tussen krijgen ook? Gaat een beetje moeilijk. Ja. En dit is onze winkel voor witgoed en televisies en noem maar op. Ook pasfoto's maken kan daar. En daar is een mooi lief hondje. Ja, ik ben nou eenmaal gek op dieren. Dat weten jullie zo langzamerhand. Dus
komen we een hond of een hondje of wat dan ook voor een dier tegen, dan is de camera erop. Ja. Dan is het de camera erop. Ja. Nou, bij Bruna kun je leuke kaarten kopen. Gewoon hartstikke leuk. Ook 3D. Kijk dan. Die puppies. Nou, toch leuk. Heel erg leuk allemaal. Ja, leuk. En hier hebben we Takko. Ja, ik weet niet hoe jullie dat uitspreken, maar ik zeg Takko. Takko. Hier kom ik zo nu en dan eens. Maar ja, ik weet niet. Het is niet zo, ja, bloedjes nog wel eens, maar... Nou, het zuidkrat. Oh nee, kruidvat. Het vatkruid. De gouden anker. Mijn rollator die rijdt naar beneden. Ik moet omhoog. Want met een hand sturen gaat. Hé, we zijn hier aan het slopen. Aan het slopen. Aan het slopen dus. Ja. En dat kindje is het er niet mee eens. Dat ik daar hoor brullen. Nou, dan heb je hier nog een juwelier. De fietsenwinkel. Kijk, weer een mooie hond. Weer een mooie hond. Weer een mooie hond. Wat een mooi beestje. Wat een mooi beestje, kind. Wat ben je mooi. Jij bent mooi. Je bent een mooi kind. Ja, je bent een mooi kind. En nog kwispelen ook voor me. Hé, voor de kijkers allemaal, hè? Ja, allemaal voor YouTube, hè? Allemaal voor YouTube. Hé, ja. Oh, wou je, hè? Ja, goed zo. Je mag ook praten, hoor. Nou, zijn we weer bij Tiki. Oftewel bij La Scala Donna. Bij La Scala Donna. Ja. La Scala Donna. Ja. Oh, mamma mia. Ja. En allemaal kleur, kleur, kleur. Allemaal mooie kleurtjes. Oh, wauwie, wauwie, wauwie. Is ze mooi? Nou, omdat de kisten en ik ben naar de... Ik ben naar de deur in die boven. Kijk. Is mooi, mooi, mooi. Hi, schat. Ik ben niet in de mood vandaag. ik ben niet in de mood. Ben je moe? Nee. Gisteren, ik heb een klant die komt met een natte broek.
wil ruilen tegen wil geld terug. Ja, je hoe hoopt als die nat is. Ik heb twee maanden broek, wil inruilen. Dat gaat het hem niet worden. Ik heb gewassen. Niet ingedroogd, natte broek mevrouw. En chanta mij, school mij alle. Dat trap ik dan niet in, hè? Nee, maar ik voel me wel slecht van. Moet je niet zijn. Want zo'n mooie dame als jij moet. Hallo, je niet... Corrie. Hallo, welkom, liefjes. Ja, maar dat is helemaal goed, schat. Nou, hou zit het, schat. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja. Jullie weten, ik ben bij Tiki even lekker binnen geweest. Ik heb haar weer aan het filmen geweest. En ja, ze had natuurlijk ook klanten, daar moet je weer om denken. Dus dan gaat hij weer uit. En ik heb even onderweg aan het filmen geweest. En ik heb Anna gezien. Ja, samen met haar dochter. Hartstikke leuk even. En ja, ik had nog iets gekocht. Gosje, Kandalf. Ja? Daar moet ik ook nog even naar kijken, want dat is natuurlijk nog ingepakt. Die kaarten zitten nog in plastic. Dus ja, dat moet ik allemaal nog even bekijken hoe is en de wat is. Dus ja. Ik heb wat van Tiki gekregen. Nou, dan ga ik ook bekijken wat het allemaal is. En of het ook echt is, zoals deze steen. Volgens Lucardi wel, ik niet weten. Auw, dat zijn scherpe nagels. Ja. Ja. Ze moeten verder geknipt worden, die nagels van jou. Ik heb er maar eentje kunnen knippen en toen kon ik je niet meer houden. Nee, toen wou je alweer weg. Maar ja, er zit er zo... Nee, er zit zo een aan. Ik weet niet of ik nu... Zo een. Vrede geloof ik dat dat is. En dan een hartje. En dan een steen. Die steen kun je ook nog als, denk ik, pendel gebruiken. Maar dat zien we wel. Hé, kerel. Ja. Ja, en de meisjes zijn natuurlijk uiteraard weer hartstikke blij. Maar ik moet ook even met mijn mobiel aan de gang. Want ik heb het een en ander binnengekregen. Heb ik gezien, maar niet op kunnen reageren. Omdat het, nou dat gaat gewoon niet. Nee, niet als ik zo'n drukke middag heb gehad. Als nu, ik ben back af. Mijn knie is aangepakt door tjalling. Dus daar ben ik ook blij mee. En nou voel ik het ook wat in mijn onderrug. Omdat ik een beetje raar heb moeten lopen. Omdat ik jullie vast had. En dan met één hand sturen. Ja, dan gaat het een beetje moeilijk als de straat ook zo loopt. Echt zo, hè? Ja. Dat dus. Hé? Jij gaat even weer terug met je acupunctuur. Hup, daar naartoe. Nee. Nee, je blijft. Zo is dat. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik ga gauw kijken wat voor steen dat is. Dat kan ik met mijn telefoon, want ik heb daar een app voor. Nee, nou doe je het niet. Zo, daar naartoe. Lens hebben. En dan leg ik die steen zodanig neer. Ja, dan moet ik hem wel stil houden. Ja. Ook. Maar dat zoek ik eigenlijk weer niet. €100, kanonnen. Hier heb je ook zoiets. Vintage Naturel Sleeping Beauty. Dat is ook met zo'n hoedje erop en ik had een ander hoedje. Ik noem dat een hoedje. Turquoise, ja, het is inderdaad een pendel. Maar ik wil weten wat voor een steen het is. Wacht eens even, gaan we verder. Ik moet weten wat voor een steen. En ik beweeg tot de mat.
Jeetje Maria, 450 euro. €99, ja, dat legt er elkaar wat voor hoedje dat is. Anders weet ik wel een ander idee. Want dan ga ik even naar mijn maatje toe. De smid. Want ik wil weten wat voor een steen het is. Daar gaat het mij om. Ja, dat is een beetje turquoise. Een turquoise steen. Ik ga daar mijn computer eens even voor aandoen en dan horen jullie het wel, hoe en wat, want ik wil wel weten wat voor een steen dat is. Het gaat me alleen nog om de steen en niet de rest eromheen. Want dan kan ik ook zo wel doen, dan zit er een dingetje, een bloemmotiefje en dan dat hoedje erop. Nee, ik ga het mij om die steen. Dat bedoel ik. Dus ja, dat dus. Ja, zoiets. We gaan het opsnoren. Dus ik zeg, lieve vrienden, blijf vooral kijken. En geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook zeker weer met ons mee. Tot later. Gaan wij zo meteen nog lopen? Gaan we zo meteen nog lopen? Die blijft liggen, die kijkt naar me alsof ze denkt dat die kolen dondert. Daar ligt er ook een. Kiekeboe. Koek, koek, het is dat donker. Hallo. Hallo. Ja, ik zie pirogies. Boefke. Ja, we moeten nog even lopen. En ik had net Karin even aan de telefoon. Moet ook kunnen. Ja. En ja, wij gaan zo eventjes lopen, maar niet zo lang. Nee, want ik heb steenkoude voeten en ik heb geen kousen aan. Ah, ik heb een lange broek aan, maar dat is weer helpt bij je voeten. Nee. Maar het is maar 15 graden. Dus dat dus. Toch heb ik de hele tijd die deur open, want in huis is het warm. Maar je voelt toch wel die kou over je voeten heen. En dat, ja, als je tenminste, dat voel je niet. Maar als ik ze zo vasthoud, steenkoud. Dat, ik denk dat ik straks wel eventjes sokken aan doe in bed, totdat ze warm worden. En misschien dat ik ze ook wel aanhou. En dat legt er helemaal aan. Wat mijn voeten willen. Maar we gaan eventjes lopen. Maar voordat we dat gaan doen. Wil ik nogmaals, want dat ben ik helemaal vergeten vandaag. Omdat ik ook heel erg moe thuis kwam van mijn lopen en van de fysiotherapie en alles. Dit gaat om iedereen in het algemeen. Niemand uitgezonderd. Die op onze YouTube-kanalen reageren. Of dan bij vreemden zijn van mij of geen vreemden. Maakt allemaal niet uit. Gewoon in het algemeen. Als jij op, bij eens op Knol of weet ik van wie, ik noem maar even iemand die jullie gewoon kennen en waar jullie op geabonneerd zijn. Hou het netjes. Waarom moet er gescholden worden? Waarom moet er iemand uitgescholden worden of iemand zwart maken? Jij leeft niet bij mij. Jij leeft niet bij Sinterklaas. Jij leeft niet bij Enzo. Jij leeft niet bij Karin. Jij leeft niet bij Zwarte Piet. Jullie weten niet hoe iemand leeft. Het zijn maar gedeeltes wat wij laten zien. En niet een hele dag continu dat die filmcamera staat te draaien. Nee, dat gebeurt niet. Maar het is gelijk, jullie maken gelijk iemand zwart. Waarom?
is niet nodig. Wees eens lief. L. I. E. F. Is het zo moeilijk? Dacht het toch niet. Lief zijn voor elkaar. Ik kan het niet genoeg zeggen. Wees lief voor elkaar. Juist in deze tijd, waar we nu in leven, met z'n allen, jullie, wij, iedereen, hebben we elkaar nodig. Want samen staan we sterk. Dus sta op en help elkaar. In plaats van elkaar zo zwart te maken en af te blaffen en uit te schelden of wat dan ook. Dan denk je goed om. Woorden kunnen meer pijn doen dan een klap in het gezicht. Let daar goed op, hè. Want het is gewoon zo. Dus, en waar ik ook een hekel aan heb. Op TikTok wordt dat ook veel regelmatig gedaan. Terwijl er op mijn account staat erbij niet poren. Want degene die mij poort, zal ik negeren. En toch wordt het gewoon weer gedaan. Die vinger. Ik zal jullie vertellen. Ik ben vroeger ooit eens een keer in het echt gepoord geweest. Kreeg ik een poor in mijn zij. Wat denk je wat er gebeurde? En dat zal je niet leuk vinden hoor, als je het zelf mee moet maken. Twee spieren waren zwaar gekneusd. Kon amper zitten, kon amper lopen, kon amper wat doen. Dus ja, hou op ook met digitaal iemand te poren. Het is niet leuk. Nee, en vooral als je het in het echt doet, het kan oh zo gemeen pijn doen. Dus laat dat. Bij mij pest je me ermee, met poren. Ik reageer even goed wel, want ik merk toch dat er iets gestuurd is en hoef je niet erbij te gaan poren met een vingertje. Nee, niet nodig. En op Facebook, ik negeer al jaren de mensen die mij poren. Die bekijken het maar. Wie het allemaal zijn, ik weet het niet, maar ze staan in mijn vriendenlijst. Maar ik negeer ze en ik spreek ze niet meer. Nou ja, dat ligt aan hun eigen. Moeten ze me maar niet boren. En dat ga ik op TikTok ook zeer zeker ter zijnde tijd doen. Er zijn nu nog mensen, het is allemaal nog nieuw, ook voor mij. Ook al ben ik bijna dagelijks op TikTok. Er zijn toch altijd dingen van, ja, hè, dan moet je weer eventjes iets doen en dan weet je nog niet hoe en wat. Omdat ik meer op YouTube zit dan wat anders. Maar nogmaals, wees lief voor elkaar. En geniet met elkaar. Ja, doe gewoon leuk en lief en gezellig. Ga samen bij wijze van spreken een bakje koffie doen op een terrasje. Of als het de tijd rijp is, een biertje of een wijntje. Net wat je lust, een sapje kan ook. Kan ook gezellig zijn. En geef elkaar een knuffel, een warme knuffel, een handdruk. En ja, in plaats van een stomp en een scheldpartij. Nee, niet doen. Niet doen. Ja, dat dus. Maar voor nu zeg ik, lieve vriend, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard, morgen allemaal gezond weer uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal, God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!